Zo, goedendag allemaal. We hebben voer voor ze. We hebben geitenpoten. We hebben geitenkarkassen. Muisje. Het muisje doet niet wat ik wil. Gewoon naar de toe lopen. Zij ruimte maakt. Maar deze bak is natuurlijk op dit moment gewoon nog voor mij. En nou ben ik wel benieuwd. Wat gebeurt er nou? Als ik nou maar één geitenpoot neerleg. En de rest hou ik. Blijkt dus, het is Tisha, deze poot wil hebben. Die pup die mag er niet bij komen. Maar... Ik denk er zijn er meer. Ah! Dus muisje ligt hier nu als enige met de geitenpoot. De anderen hebben al heel veel vertrek, ze weten dat er hier nog een heleboel staan. Maar... Nou, dan laten we ze zelf maar kiezen. En dan zet ik gewoon de emmer neer. En vrij. Nou ja, ik loop weg. Dus dan weten hun gewoon van. Sorry, zit even geen tekst bij, maar ik wil toch even ruimte bij de moeder halen. Die heeft er toch drie liggen. Nou, zoals jullie zien, we hebben allemaal wat, trabbel en een stuk mee in de tuin. De pups die doen voorzichtig, maar komen absoluut aan hun trofee. De boren is zeker weer in de wc gaan liggen. Maar de boren ligt hier onder het poefje. Dat is de tweede zaak al. Ach ja. Maar dit gebeurt er dus als wij hier gewoon één stukje vlees neergooien. Of een heleboel brokken vlees neergooien.
Er wordt gewoon rustig gegeten. Ik wens jullie allemaal een fijne dag. En tot ziens.